lees je nou prettiger een boek dan in een stille nacht, als je verder geen last hebt van de rest van de mensheid, die meestal niets dan narigheid voor je veroorzaakt. Maar u zult nog even naar mij moeten luisteren en dan kunt u wat mij betreft kunt u het laten zitten voor wat het is. Ik wou iets zeggen over het thema van de boekenweek, want dat heeft mij vanaf het eerste moment dat ik hoorde dat dat het thema was nogal geïrriteerd. En dat komt omdat mijn idee dat die twee dingen samen, gouden tijden en zwarte bladzijden, een typisch Nederlandse thematiek behelzen. Want eigenlijk zou het natuurlijk gewoon gouden tijden moeten zijn. Maar omdat natuurlijk niets in Nederland kan bestaan zonder dat de toren gods er op een of andere manier ook iets mee te maken heeft, hebben ze die zwarte bladzijden erbij gehaald. Een smet van zonde moet erbij, want zomaar gouden tijden. Je hoort ze ook vergaderen in dat kantoortje waar ze zaten en iemand stelde voor, weet je wat, we doen gouden tijden. En toen werd er direct gezegd, nee, dat kunnen we niet maken joh, hè, want dan krijg je meteen de columnisten over de slavernij en Jan Pieterszoon Koen en de politionele acties en, nou ja, u weet, het hele Nederlandse geschiedenis is vol met een ellende die waar geen enkel ander land ter wereld tegenop kan. En van, nou, u ziet ook dat dit, ja, ik weet niet voor welk onderdeel dit past, of dit nu gaat.